Ja, vrienden, ik heb het al vaker gezegd. De vaste volgers die weten het wel. De ober komt altijd afrekenen. Ja, en er stonden nog wat bonnetjes open bij het kabinet natuurlijk. Ja, over toeslagen en over Groningen en over Valkenburg en noem het allemaal maar op. Ja, dus die kwam nog even afrekenen. En is er afgerekend, vrienden? Ja, zeker. En ook op de manier zoals ik dat voor ogen had, vrienden. Ja, met alle ballen op Caroline. Ja, want ik zei van ja, ga nou niet al je stemmen versnipperen aan allerlei kleine partijtjes. En doe dat nou niet, want dat werkt niet. Nee, alles op één partij en dat is nu gelukkig gebeurd. En dan boem, en dan zie je het. De gevestigde orde. Ho, paniek. Ja, en nu? Ja, we moeten. Dat is wel erg groot. Ja, dat is wel erg groot. Ja, die hebben ze zwaar onderschat. Ja, VVD. Jullie hadden geen idee. Achterlangs, buitenom, daar kwam de Caroline. En die. Niet op de tractor, op de scooter. Gingen ze jullie voorbij. Ja, en nu? Ja, en daar zitten we nou. Want nu, ja, kijk, die kakelende, die heeft vorige keer, na de verkiezingen, toen heeft zij dat helemaal verkeerd uitgelegd natuurlijk, ja. Want die zei, nee, we gaan een rukje naar links maken na de verkiezingen. Terwijl iedereen had gezegd, de kiezers, nee, we gaan naar rechts. Kijk, en nu hebben de kiezers, die hebben nu gesproken. Dat heeft ze zelf gezegd, de kakelende. Ja, en wat vertellen die kiezers je nou? Kakelende, heb je goed kijken en goed luisteren. Want dat hebben jullie al die tijd niet gedaan. Niet naar de burger en de mensen geluisterd. En die hebben de buik, en dat heb ik ook al vaak gezegd, helemaal vol van jullie. Helemaal klaar met jullie. Helemaal geen zin in. Nee, nummer 1 op de lijst stond van de mensen die tegen het kabinet hadden gestemd. Nummer 1 stond onbekwame ministers. Dus ze zijn niet alleen het niet eens met jullie beleid, nee. Ze vinden jullie als personen ook een stelletje losers. Ja, en dat hebben ze nu overduidelijk laten weten in, gelukkig in die proteststem. Er zijn mensen die zijn over de Caroline heen gestapt en niet helemaal eens geweest met de BBB, gelukkig maar. En die hebben nu gezegd van, klaar, klaar. En nu, ja, nu kan Den Haag, die schrikken nu en die moeten nu dingen gaan bijstellen natuurlijk. Ja, dat kan niet anders. Ja, je kan niet maar door blijven gaan, D66, met jullie hobby's van klimaatje en stikstof. Dat kan niet. Daar kan je niet mee door blijven gaan. De mensen hebben nu gezegd, het moet anders en we gaan een rukkie naar rechts. Dus het kan ook niet zo zijn in de Eerste Kamer dat dan bijvoorbeeld nu de coalitie gewoon doorgaat en dan gewoon toch lekker met Knulletje Klaver en Dubbel T. Kuiken doorgaan. Nee, dat kan dus niet. Nee, je mag dus nu de Caroline niet negeren, daar kan je niet aan voorbij. Dat kan dus niet. En dan kan je dat trouwens wel proberen, maar dan word je weer teruggefloten in al die provincies waar de Caroline groot is. Dus vrienden, ja, en als ze dat doen, hè, als ze de Caroline zouden negeren, nou, dan weten we nu al dat over 2 jaar, of al veel eerder als dat kabinet afvalt, over 2 jaar, dan wordt die BBB nog veel groter. Ja, dan gaan er nog meer ballen op Caroline. En dan komt die ober weer langs. Maar dan valt die rekening voor de gevestigde orde veel hoger uit.